Shannon Petit Jackson. Op dit moment ben ik in een rechtszaak over mijn ontvoering via kinderhandel vanuit Haiti. Daarvoor ben ik op zoek naar kinderen zoals ik, die zijn ontvoerd door paarden lesbina's uit Haiti. En de weesheid, Mamita is een stomme naam, Mamita en papa en paarden lesbina's. Ik wil jullie bedanken dat er bijna 30.000 mensen hebben gekeken naar mijn oproep in het Nederlands op social media. Ik wil jullie ontzettend bedanken. Mijn weg is er nog niet. Ik heb nog niet gevonden wat ik zoek. Ik zoek naar kinderen internationaal over de hele wereld die dezelfde neppapieren heeft zoals ik. Om aan te tonen dat Carmen Petit niet bestaat. Ik ben geadopteerd met geboorteakten van mensen die ik niet ken. Ik was 9 jaar oud en ik werd ontvoerd in Nederland. Als je 9 jaar oud bent, dan heb je een eigen identiteit ontwikkeld. En daarom weet ik ook dat Michael Jackson mijn vader is. Niet alleen dat ik dat weet, hij heeft het ook nog bevestigd dat hij mijn vader is. En mijn vader en ik hebben, voordat hij werd vermoord in 2009, hebben wij ons problemen opgelost. Wij zouden een nieuw begin met elkaar beginnen. En mijn vader was ook van plan om mij te introduceren in zijn leven in de media. En hoe zou dat gedaan worden? Ik vind het grappig om het aan jullie te vertellen. Daarom vertel ik het. In de toekomst, wanneer mijn vader zou verhuizen naar Londen. Mijn vader wilde niet langer in Amerika wonen. Hij wilde verhuizen naar Europa. Hij had daar emotioneel heel veel moeite mee, omdat hij zijn hele leven in Amerika had gewoond. Maar hij wilde weg uit Amerika. Hij wilde in Londen. Ja, hij wilde in Londen wonen. Ik weet niet of dat zijn vaste plek zou zijn, maar hij wilde in Londen wonen voor nu. En kijken waar hij naartoe ging. De bedoeling was dat na de concert, de laatste concert dat hij zou geven, This Is It, dat ik ook naar Londen zou komen. En er zouden fotografen zijn. Die zouden foto's van mij en Michael Jackson maken. En op een gegeven moment zou de roddel komen dat ik zijn vriendin ben. En op een gegeven moment, een paar jaar later, zouden mensen van Michael Jackson zeggen, nee, Michelle is niet Michael Jackson's vriendin, maar zijn geheime dochter. Dus mijn vader, Michael Jackson, had een hele plan hoe hij mij ging introduceren in de wereld. Daarvoor moest ik wel op een gegeven moment hem voor de rechter slepen om mijn recht te claimen als zijn kind. Want vanuit de Amerikaanse wet besta ik niet meer. Ben ik deceased. Omdat ik ben ontvoerd. Dus dan moest ik dan een Jackson worden. En mijn vader kon het niet doen. Omdat ik een volwassen vrouw ben. En in de recht van Nederlandse recht en internationaal recht is het zo. Wanneer een kind volwassen is, is een kind volwassen. En is het niet meer automatisch juridisch verbonden aan de ouder. Is het gewoon een individu. Dus mijn vader wilde dus dat ik hem voor de rechter zou slepen. Wanneer wij onze relatie weer sterker hadden gemaakt. En ik zou voor de leeuwen gegooid worden als zogenaamde vriendin. En daarna zou de wereld heel langzaam weten dat ik zijn kind ben. Maar zover kwam het niet. Hij werd vermoord in 2009. De Jackson family hebben nooit van me gehouden. Vinden mij niks. Ik ben een ongelukje. Ik weet niet hoe dat precies in elkaar zit. Maar ik heb daar een boek over geschreven. Ook in het Nederlands. Als je meer interesse hebt om daar meer over te lezen. Dan kun je de boeken kopen. Overal op internet. En ook in e-book in Kobo. En alle Amazons, koop het niet bij Amazon in Nederland. Die vragen te veel geld. Neem een andere Amazon, maar niet de Amazon in Nederland. De titels zijn Treader Betrayal en Treader the Darks in Nederland. Daarin krijg je inzicht over mijn leven. Maar Nederland wil zeggen, dankjewel voor je liefde. Dankjewel voor je steun. De normale burgers.